Vandaag sta ik op een plek wat in de volksmond het hertenkamp wordt genoemd. Vroeger was het gebied groter, maar het moest wijken voor nieuwe woningen. Ik heb vandaag meer dan 9 foto's kunnen maken, dus het wordt een video vol met foto's. Heel veel kijkplezier. Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer heerlijk fotograferen en dat doen we deze keer weer buiten. Namelijk in het hertenkamp. En dan moet ik wel zeggen dat ik nu bij de hertenweide sta, want hertenkamp is de omgeving om deze weide heen. Die witte stipjes in de verte, dat zijn de herten. Die liggen daar heerlijk in het gras. Daarom heb ik een telens meegenomen om toch een beetje dichtbij te komen. Eventueel kan ik in de nabewerking nog wat bijkroppen, zodat ik al iets dichterbij kom. Wat ik heb begrepen is dat er in deze weide 15 herten rondlopen. In de juni komen altijd jonge hertjes bij. Dus er zullen misschien wat meer rondlopen. Hier rechts staan ook nog een aantal. Hier links ook weer. Dus we hebben genoeg om te fotograferen. Ik gebruik daarvoor een vaste instelling met een ISO van 400. Omdat ik anders iets te weinig licht heb. Een diafragma 8 en een sluitertijd van 1,80. Deze wil ik eerst gaan fotograferen. Want jonge hersjes, daar is een aan het poepen. Ik ben even wat dichterbij gestaan. Vanaf deze kant worden ze vaak gevoerd. Dus daar heb ik iets meer kans dat ik wat dichterbij kom. Ik heb zo net de eerste paar foto's gekeken en ik wil alleen even wat vertellen over foto 1, want ik twijfel over die foto. Ik vind het wel heel gaaf dat die leider in beeld is, maar ik vind dat ik te weinig ruimte eromheen heb gelaten, waardoor de foto minder diepte heeft. Dat zijn allemaal dingen waar je natuurlijk van kunt leren en de volgende keer dat ik hier ben zou ik dat proberen te verbeteren. Aan de andere kant vind ik het ook wel leuk dat de foto daardoor heel veel kracht krijgt. Maar het had misschien wat krachtiger geweest met wat meer bovenruimte. Dus laat even weten wat jouw mening daarover is. Ik heb de herten op de foto natuurlijk net wat dichterbij gehaald. Maar nu leek het me leuk om de omgeving wat meer vast te leggen. Want waarin ze leven is natuurlijk ook interessant. Nu worden die anderen wat opgejaagd door de leider. Maar al met al is dit ongeveer de compositie die ik wil aanhouden. Misschien nog een klein tandje naar links stappen zo meteen. Zodat je een beetje verdeling krijgt in beeld. Ik heb zo net achter de schermen leuk gezelschap gehad en heb daar een mooie portretfoto van gemaakt. Haar zul je terugvinden op mijn Instagram. En ik wens jullie alvast een hele fijne dag en bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, see you later.